Hallo, welkom bij dag nummer 23 van deze adventkalender van de Pokémon Trading Card Game die we hebben gekregen van de Pokémon Company. Dag 23 zit hier, kunnen we niet op inzoomen? Bezoek mijn website gamerpapa.nl als je je comments wil plaatsen op deze video's. Er staat een artikel over dit hele ding. En dan kan je daar je comments bij plaatsen. Wel even registreren. Het is een fungus. Hey, die hadden we ook in de kaarten een heleboel dagen geleden. Fungus lure people in with their Pokeball pattern, then release poison spores. Nou ja, ze lokken mensen naar hun toe met hun Pokeball patroons. Mensen denken, oh, daar ligt een Pokeball. En dan krijg je in één keer giftige sporen in je neus. Niemand weet waarom ze op een Pokeball lijken. Wat eigenlijk wel raar is. Dat betekent, Pokeballen zijn gemaakt door mensen. En deze dingen zijn dus later, nadat die dingen al bestonden, zijn ze erop gaan lijken. Beetje raar, maar ja. Voltorb doet dat ook. Dus, hey, wie weet. Dit is het pakje, die gaan we nu bekijken. Zo, als je gisteren hebt gekeken, dan weet je dat ik toen niet de camera aan had gezet per ongeluk en dat ik het opnieuw moest doen. Nu hebben we wel een camera aangezet, want ik zie hem lopen. En dit is het pakje, hij is nu nog inderdaad helemaal dicht, zie je. En we trekken hem open. Zo, zoals het hoort. Nu is het wel goed gegaan. En even kijken, wie zit er dit keer in? Fungus! Dat vind ik wel leuk. Die hebben we net wat informatie over gekregen. Hij lokt mensen met zijn sporen om met zijn pokeballvorm. Honedge, Magnemite, Fletchling, Onix, Bug, Catcher, Trainerkaart. Dat is de shiny. Zit er wat anders onder? Nee, Archeops, Energy, Tranquil, Electric en Reset Stamp. Kijk, deze zetten we even bovenop, want dat vond ik een leuke. Die zat ook in het vakje. Dus daar eindigen we mee. Kijk op mijn website gamerpapa.nl. Subscribe. Vergeet niet te subscriben. Dat is altijd leuk. Dat is goed voor mijn kanaal. En dankjewel. En weer tot morgen. We zijn er bijna, hè. Oeh, wat spannend. Kerstavond.